Hasse is een ontzettend hartelijke man, die uh, ontzettend gericht is op mensen. Hij is uh, ongelooflijk goed in contact leggen met mensen en communiceren en ook uh, ja, zeg maar netwerken wat je ook nodig hebt. Hasse is een, heel, is een hele fijne collega om mee samen te werken. Hij is uh, gericht op de anderen ook, hij wil graag samenwerken. Hij heeft zelf ook wel een duidelijke mening en soms is het ook een beetje rommelig in de vergadering, hij mag er wel graag doorheen kletsen. Maar hij is wel echt gericht op samenwerken, we staan samen om een klus te klaren. En dat hoef je hem niet uit te leggen. De democratie is heel belangrijk voor hem, hij heeft ook... Uh, Naast het raadswerk, heel veel interesse in de internationale politiek. En dat zie ik hem, denk ik, wel heel erg. Hij is echt een man van de wereld. Ja, waar Hassan denk ik, minder goed in is, maar eigenlijk pleit dat ook weer voor hem, is dat hij gewoon heel erg straight is. Hij draait niet om de zaken heen. En soms is het toch wel handig om in de politiek ja, zaken wat meer in te pakken. Nou, wat ik vooral leuk vind aan Hassan, uh, en dat blijft hij ook gewoon doen, is dat hij is zo goed in contact leggen met mensen dat het gewoon onmogelijk is om met hem uh, binnen anderhalf uur over City Plaza van de ene naar de andere kant te komen. Uh, Onder vijf meter staan je kwartier stil en dan moet je praten met iedereen. En dat is gewoon zijn enorme kracht.